Japan is een land van vernieuwing, van vooruitgang, maar tegelijk een land van tradities. Van oude gebruiken, van standvastigheid, van kwaliteit. En dat is ook zo in een van de meest traditionele en belangrijke exportsectoren van Japan, de auto-industrie. Per jaar rollen hier zo'n 10 miljoen wagens van de band. Wie mee op de kar kan springen, kan hier gouden zaken doen. Een Vlaams bedrijf heeft dat 14 jaar geleden goed begrepen. Wij zoeken hen op met de trein. In Japan zeggen ze, naar Tokio gaan is omhoog gaan. Mensen worden gefeliciteerd als ze werk gevonden hebben in de hoofdstad. Toch is er op nauwelijks een half uur van Tokio een andere stad die voor bedrijven de moeite waard is, Yokohama. Met de nieuwe voorstad Shin-Yokohama als technologieparadijs. Hier achter mij vinden we LMS. De Leuvense specialist in simulatiesoftware en meet- en analysesystemen voor onder andere auto's en raketten houdt de openingsreceptie van zijn nieuw kantoor. LMS moest verhuizen omdat het na de overname van het Franse Imagine en door interne groei te klein behuisd was geworden. Japan is sowieso een heel grote markt. Er zijn hier een aantal wereldspelers, vooral de automobielindustrie, maar ook in andere industrieën. Dus als zodanig is Azië, laten we zeggen, iets meer als een derde of meer als een derde van de LMS-omzet. En daarin speelt Japan natuurlijk een grote rol. Ook in het verleden, het is zo dat Japanse bedrijven zeer technologie georiënteerd zijn. Dus als wij nieuwe technologieën ontwikkelen, dan is heel vaak Japan de eerste markt waar we naartoe komen om die technologieën te testen met klanten en ook te laten implementeren door die klanten. Ludo Giele komt al sinds het begin van de samenwerking met Japanse autoconstructeurs naar Japan. Hier in Leuven worden de testsystemen en software ontwikkeld, maar het contact met de klanten is zeker in Japan cruciaal. Het speciale aan de relatie met Japanse klanten is dat ze je eigenlijk heel snel als een partner willen zien. Dus waar in andere landen, in Europa, voor een stuk ook in Amerika, dat je regelmatig als een pure toeleverancier, als een supplier wordt bekeken. Zolang je hun vertrouwen niet beschaamt en jezelf als bedrijf blijft heruitvinden, zien Japanners je als een partner voor het leven. Veeleisend, correct, hokjesmentaliteit, trouw, maar vooral harde werkers. Karoshi betekent dood door overwerk. Een officieel erkende doodsoorzaak in Japan. Mensen werken hier veel, maar volgens de buitenlanders en sommige Japanners niet altijd efficiënt. Hard werken, maar toch nog voldoende tijd overhouden voor ontspanning, dat is een van de dingen die Japanners van ons Vlamingen kunnen leren. Maar er is natuurlijk meer. Japan wil van alles het beste van het beste. Bier, chocolade, confituur, voeding zit in Japan in de lift en Vlamingen kunnen hier het verschil maken. Ook biotechnologie, farmacie en de chemische nijverheid zijn sectoren waar Flanders Investment and Trade kan helpen de markt te veroveren. Een andere sector is logistiek. Wij hebben in Vlaanderen zeer sterke logistieke bedrijven. Een aantal van hen levert al diensten toe aan de Japanse industrie die actief is in Europa. Een tweede stap voor die bedrijven is om bijvoorbeeld ook in Azië, in Amerika, voor die bedrijven, die Japanse bedrijven te gaan diensten leveren. So anyway, whatever the product, or whatever the business, if you have a top class, then you have a chance to win. En dan krijg je er alle troeven van Japan gewoon bij. De chaos. De netheid. De veiligheid. De restaurants. Het eten. De fantastische keuken. Het culturele erfgoed. Transport. Het weer. Japaners zelf. De hoofdscheid eigenlijk. Aan de ene kant gesloten, maar als je een beetje leert kennen, toch open. Dus dat is, denk ik, uniek in de wereld.